horizontaal, vierkant, verticaal. Waar moet ik als bedrijf beginnen, Kirsten? Wat is de eerste stap voor elk bedrijf op Instagram TV? Hey Balbina. Nou, de eerste stap voor bedrijven op IGTV is natuurlijk een kanaal aanmaken. Ja, daarna is het natuurlijk een kwestie van video's maken. Wel even van tevoren nadenken over wat voor video's. Maar de vraag was natuurlijk welk formaat. Ja, IGTV is simpel. Het moet staand. Dus ook niet zoals deze. We gaan het gewoon zo doen vanaf nu. Staand. Oké, duidelijk. Maar wat zijn nou voorbeelden van Nederlandse bedrijven die het goed doen, die Instagram TV snappen? Oh jee, wie maakt er goede IGTV's? Wie maakt er nou goede Instagram televisie? In Nederland, vraag jij. Nou, dan moet ik je het antwoord schuldig blijven. Ik kan wel wat voorbeelden noemen, hè. NOS Stories vind ik bijvoorbeeld echt altijd goed. Die zetten natuurlijk wel ook heel veel stories door naar IGTV of plakken dat aan elkaar. Maar NOS Stories, die snapt wel helemaal hoe je verticale video moet maken. En vooral hoe je een verhaal moet vertellen verticaal. Dus eigenlijk met een soort kaarten, tekst over beeld waar je doorheen kunt swipen. Dus NOS Stories is zeker wel een tip, maar ja, dat is natuurlijk media, hè. En ik heb nog zitten kijken ook naar heel veel influencers. Maar ja, die repurposen, zoals dat eigenlijk heet, ook hun oude video's tot IGTV. Alleen de starter van IGTV, Anna Nushin, die vond ik echt super coole video's maken. Echt heel een eigen format, een eigen concept met flashy beelden, kleuren. En soms ook drie video's dan onder elkaar. Waardoor het echt heel bewegend en mooi en avontuurlijk werd. En voor de rest zie ik eigenlijk alleen maar saaie dingen. Vooral bij de Nederlandse accounts. Ik volg wel wat merken in Amerika. Dus de Mashable en de Buzzfeeds zijn altijd goede voorbeelden als je wil kijken hoe IGTV wel zou moeten. Maar je moet vooral gewoon heel sterk in formats denken en dus je creativiteit laten gaan over hoe je film, video, foto's en tekst met elkaar kunt matchen. En daarmee in een paar sequences, of dat is eigenlijk stories, maar in video plak je dat allemaal aan elkaar, één mooie lange video van maakt. En dat is niet makkelijk, dat zie ik, want ik zie bijna geen goede voorbeelden. En het kost natuurlijk ook heel veel tijd om dat te gaan begrijpen. Maar ik ga daar bijvoorbeeld volgend jaar trainingen voor geven. Hoe je dus je visual story verticaal op mobiel zo goed mogelijk kunt vertellen. Ik ga op zoek naar voorbeelden. Dus als jij ze hebt, ik hoor ze graag. Ja, ik vind het zelf ook heel lastig. Ik vind Kennis met Dennis van Rauw CC een leuk en Nederlands voorbeeld. Dit is Kennis met Dennis. Instagram maakte vorige week voice messaging beschikbaar in DM. Heb jij als kijker nou ook leuke Nederlandse voorbeelden? Of heb je een Instagram-vraag aan Kirsten? Laat zeker een reactie achter. Kirsten, hartstikke bedankt! Dankjewel Pulpina voor dit leuke interview. Ik zeg topformat zo'n 1-2'tje via video. Idee voor IGTV zou ik zeggen.